Ja, uit onderzoek van de politie is gebleken dat daar mensen bezig waren om spoormaterialen te stelen. En die hadden kennelijk hun aanhanger op de overweg staan. Een aanrijding tussen een trein en een aanhangwagen gisteravond in Lunteren krijgt nog een staartje. De bestuurder van de auto met aanhanger reed na de aanrijding weg, maar liet nog wel iets achter in de berm. In de berm naast de spoorwegovergang lag een losse rails die waarschijnlijk van de aanhanger is afgevallen. Ja, uit onderzoek van de politie is gebleken dat daar mensen bezig waren om spoormaterialen te stelen. En die hadden kennelijk hun aanhanger op de overweg staan. De rails was niet uit het spoor weggehaald, maar kwam bij een bouwbedrijf vandaan. Het gaat hier echt om onderhoudsmaterialen die langs het spoor klaar liggen, of gebruikt zijn of nog gebruikt zullen worden om te zorgen dat treinen kunnen blijven rijden. Dus dat zijn materialen die voor niemand anders bestemd zijn dan voor een aannemer om daar aan het werk te kunnen zijn. En daar moet je gewoon vanaf blijven. Bij de aanrijding zijn geen gewonden gevallen, maar zo'n 70 reizigers hebben een uur in de trein moeten wachten tot die weer verder reed. De trein zelf heeft lakschade. ProRail is uiteraard niet te spreken over de gang van zaken. Nou, we hebben aangifte gedaan samen met onze aannemer bij politie om deze zaak te laten onderzoeken en te zorgen dat de daders gepakt kunnen worden. Want dit moet gewoon voorkomen worden.